Oké, okay, maar is dit om de rust te verjagen of is dit om uh, op wil te schieten? Het is uh, om, iets, om iets te kunnen. De Doomsday-klok is verzet. Volgens wetenschappers is de kans op een apocalyps groter. En daarbovenop heeft NAVO-topman Rob Bauer gezegd... You better prepare. Luc, jij hebt een prepshop, maar wat is een prepshop? Dat klopt. Uh, een prepshop is een winkel waar je alles kan kopen om voorbereid te zijn op noodsituaties. Oké, okay, en hoe gaan de zaken? Eigenlijk heel erg goed. We, we worden overspoeld met, uh, met bestellingen. De meest recente reden is uh, de uitspraak van uh, de heer Bauer, de topman van de NAVO. Uh, die heeft gezegd van, ja, uh, we kunnen maar beter voorbereid zijn. Uh, en die heeft ook een tip gegeven voor een aantal essentiële producten die, die je in huis moet hebben. Wat voor mensen krijg jij binnen? Um, dat, dat is heel divers. We krijgen inderdaad midden, mensen binnen die zijn er al jaren mee bezig. Uh, dus die hebben waarschijnlijk een kelder, uh, nou, een goed gevulde kelder met noodrandsoenen en andere producten die ze nodig kunnen hebben. Janneke, jij bent prepper. Wat is een prepper? Een prepper is iemand die zich voorbereidt op uh, mogelijke calamiteiten. Ja. Van klein naar heel groot, kan van alles zijn. Wat is jouw ergste scenario in je hoofd? Oeh, ehm... Uh... Wellicht een soort coronavariant die veel, veel, veel meer slachtoffers maakt. Uh, ik denk dat de wereld dan heel erg ontregeld raakt en dat dat dan wel heel erg lastig wordt. Wat heb je allemaal geprept? Want we staan hier voor een tafel met allemaal spullen. Ja, ik Kun ik je me eens meenemen? Nou, er was natuurlijk een tijdje sprake van gasprijzen en ellendig. En oh, het zou heel hoog worden en onbetaalbaar. En toen heb ik uh, wat uh, kacheltjes op stroom uh, geregeld. En nou, dan, dan heb ik het gas niet per se nodig of zo. Mm -hmm. Dat is een voorbeeld. Ik heb wat water neergezet, want dat is toch wel een van de belangrijkste dingen. Zonder water red je het niet lang. Ik heb wat van de boeken neergelegd um, die ik gebruik en die ik heb gelezen. Ja, ja ik zie hier eetbare paddenstoelen. Ja, voor het geval dat ze dus naar buiten moeten en zelf eten ja, moet gaan dan zoeken. Ik zeg maar, wil dansen in het maanlicht uh, in je blote kont van elfjes omdat je de verkeerde pakt, zeg maar. Je wil wel weten welke je moet eten. Dus uh, ja, maar dat vind ik ook heel leuk om met kinderen te doen uh, ja, de bossen in en ze zoeken en dan kijken of je ze kan herkennen en of je ze kan eten of niet. Oké, okay, maar is dit om de rust te verjagen of is dit om uh, op wil te schieten? Het is uh, om, iets, om iets te kunnen. Ik wil er een talent bij hebben. Ik denk, dit wil ik kunnen, ik wil kunnen richten, ik wil kunnen schieten. En uh, nou kan ik het. Ja, wel handig, inderdaad, toch? Ja. You never know. Ik, ik hoop het nooit nodig te hebben voor dat soort doeleinden, maar you never know. Nee, ik ja. kan het in ieder geval. Wat zijn nou de producten die het meest gekocht worden? Um, een van de populairste producten, en dat is ook het product waarvan wij ons adviseren: van, heb dat in ieder geval in huis, uh, is een waterfilter. En dat is deze volgens mij, of niet? Dit zijn verschillende waterfilters. Dit ja. zijn de waterfilters die zijn geschikt om mee te nemen. Dus de, de portable waterfilters. Het principe is heel simpel. Je hebt een waterfilter. Al het water wat hier doorheen stroomt, wordt gefilterd. Dus het is veilig drinkwater. Er zit een zak bij, die vul je met vuil water. Dat kan zijn regenwater of water uit de Utrechtse gracht. Die schroef je op de filter en je perst het met de zak door de filter heen. En dan kun je uh, een beker of een waterfles vullen. Een van de andere populaire uh, producten zijn noodrandsoenen. Mm -hmm. Ik heb daar hier een voorbeeldje van. Uh, als we dan op de onderkant kijken, dan zie je dat die houdbaar is tot 2043. Dit is een product waarin alles zit wat je nodig hebt qua voeding. Uh, dit pakje is een halve kilo. En daar zit voldoende uh, voedsel in voor één volwassene één dag lang. Het is ook nog lactosevrij en vegan. Nou. Iedereen kan er mee aan de slag. Er zitten dus negen tabletten in. Dat ziet er zo uit. Het ziet er echt niet smakelijk uit. <laughs> Toch? Nee, het is, het is ook niet smakelijk. Het is, we zeggen altijd, het is niet vies, het is niet lekker. Um, het is gewoon vooral heel nuttig. Het is erg droog. Oh. Een noodradio is uh, ook wel zeer aan te raden. En ik heb hier een model noodradio. Dat is een noodradio, een zaklamp... Uh, een powerbank voor je telefoon. Dus je oh. kan ook je telefoon opladen. Nou, dat is super handig. Absoluut. En het principe is heel eenvoudig. Hij heeft een handslinger op de achterkant. En het is een kwestie van draaien. Hiermee laat je de accu op. Uh, en een paar minuten slingeren is een half uur radio luisteren. Ik heb thuis natuurlijk een powerbank. Daar kan ik ongeveer drie keer mijn telefoon mee opladen. Maar hoe vaak zou je bijvoorbeeld met zo eentje je telefoon kunnen opladen? Nou. Uh, bij dit model is dat makkelijk 50 keer te doen. Uh, en we hebben ook grotere modellen waar je eigenlijk gewoon makkelijk een jaar lang je telefoon mee kan opladen. Ik zie hier ook zakken water liggen. Waarom zou je een zakje water kopen? Um, dit is lang houdbaar drinkwater. Dit is ontwikkeld voor de scheepvaart. Voor uh, nou ja, als er een schip vergaat, dat de mensen wat te drinken hebben. Waarom zit het dan verpakt in allemaal van die kleine zakjes? Uh, dat is om ruzie te voorkomen dat iedereen dezelfde hoeveelheid krijgt. Nou oh ja, oké. Okay. Zodat je niet met je broertje op de vuist gaat omdat je denkt, hé, hey, je hebt drie slokken genomen. Precies. Iedereen 50 milliliter per keer. Ik naai dus ook zelf dingen. En daar zit oh. er iets voorbij om te laten zien. Want um, dit is bijvoorbeeld uh, wasbaar uh, maandverband dat ik zelf heb genaaid. Oh, nee joh! Ja, de meeste mensen denken meteen, Ew. Maar als de supermarkt dicht is en je kan dat leuke plastic niet meer kopen, wat dan? Ja. Nou, en ik kan dat dus zelf maken. Je hebt zelf kippen? Ik zelf kippen, ja. Die zitten achter in de tuin. Hoeveel heb je er? Oh, um, uh, de aantallen wisselen nogal snel. Ik, volgens mij nu acht of negen. Hoeveel eieren haal je dan per week of zo uit, zo uit die kippen? Nu niet zo heel veel, want het is nu wintertijd. Dus dan zijn ze een beetje in de legstop. Maar ik denk dat ik per week in totaal nog wel twee doosjes eruit haal. Uh, in de zomer dan ben ik ze aan het uitdelen aan al mijn buren. En nou, alsjeblieft willen jullie ook wat eieren, want ik kan niet meer. Tadaa! Dit zijn twee verschillende leggers. Oh ja. het is twee verschillende soorten bruin. En uh, een witte. Nou, heerlijk. Oké, okay, voor de cameraman. Hoe reageren andere mensen op uh, het feit dat jij prept? Um, over het algemeen zijn preppers niet heel grappig met het uh, delen van die informatie. Vaak is het een beetje een, een privacy-ding. Uh, Hoezo dan? Omdat je uh, jezelf mogelijk een, een doelwit maakt door te vertellen wat je allemaal wel niet uh, wat allemaal niet te halen is bij jou thuis. Zeg maar. Dus vaak zijn mensen nogal gesloten over. Uh, de mensen die het wel weten of die ik het wel vertel, die, die, die hebben vaak zoiets van <laughs> waarom? Maar uh, vooral na corona. En nu er dus oorlog is met Rusland, hebben ze allemaal zoiets van oh, dit is eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek idee. Ja, ze snappen het nu eigenlijk dus wel. Nu begin, ja, preppen is niet meer zo'n uh, een, een, uh, etiketje als het uh, vroeger was. Nee.